Yo, welkom bij de video. En op het moment zijn Renske en ik in Eindhoven. Want morgen heb ik de powerlift wedstrijd in Veldhoven. Dat is een kwartiertje hier vandaan. En dan moet ik om 8 uur al bij de weging zijn. En omdat het voor mij 2 uur rijden was. En ik anders om 5 uur op zou moeten staan. Heb ik besloten om vandaag naar Eindhoven te gaan. Hier gewoon in de buurt te slapen. En dan kunnen we morgen op tijd gewoon naar de wedstrijd gaan. En dat betekent dat we nu gewoon lekker door de stad heen gaan lopen. Lekker gaan eten. Een beetje gaan chillen. En ja, morgen is dan tijd. Voor de wedstrijd. Dus vergeet niet even een like achter te laten als je de video leuk vindt. En dan beginnen we de video. En voor avondeten hebben we voor Mexicaans gekozen. En zelf heb ik een burrito gekozen met vooral groenten en zoete aardappel. En heb ik de rijst even weggelaten. Want zoals jullie waarschijnlijk weten mag ik even niet nog zwaarder worden vanmorgen. En Renske heeft gekozen voor de saladebol. Hij is smakelijk. En na het eten zijn Renske en ik gelijk door naar de Airbnb gegaan. En zijn we nu in onze kamer. Met gewoon een ruime kamer. Het bed en dan hebben we hier nog een klein chillhoekje. En zoals je ziet heb ik ook gewoon 3 tassen meegenomen voor 1 nacht slapen. Met mijn normale spullen, mijn sportspullen en een tas vol met eten. Heel belangrijk. Maar op de dag dat deze video online is, is ook het powerbuilding program die ik helemaal heb geüpdate en afgewerkt. Die is online, dus wanneer je interesse hebt om sterker te worden, spiermassa op te bouwen en vooral echt beter te worden in de squat, de bench press en in de deadlift, dan is het echt een schema voor jou. En voor de eerste 10 mensen die hem aanschaft, is die niet 30 euro, maar 20 euro. Dus het zal waarschijnlijk niet al te lang zijn. Dus die kan je aanschaffen op www.tunefit.nl of via de link in de beschrijving. En daarnaast wil ik er ook een garantie op geven met wanneer je niet sterker bent geworden in de 3 lifts, dan krijg je gewoon je geld terug. Omdat ik zo zeker ben dat mensen hier echt veel progressie mee gaan maken. Dus vanavond gaan Renske en ik gewoon in ieder geval een beetje chillen. Op tijd slapen, want morgen moeten we er om 6:30 uit, geloof ik. Dus zien we jullie morgen. Oké, tot nu toe gaat het niet heel erg soepend vanochtend. Ik heb in ieder geval de weging gehad en ik woog gewoon 91 kilo. Dus dat is helemaal prima. Maar wel mocht ik dit shirt niet meer dragen onder mijn singlet, omdat er een logo op staat. Dus moest ik eerst een ander shirt gaan regelen. Nou ja, shirt kan ik lenen van iemand. Helemaal prima, maar nu waren ook mijn wrist wraps die ik gebruik afgekeurd, omdat die niet officieel van de SBD zijn. Dus nu moet ik even kijken waar ik nieuwe kan kopen, anders mag ik die dus niet gebruiken. Maar alle kraampjes waar je dingen kan kopen zijn nu nog dicht. En mijn wedstrijd is al over een uur. Niet optimaal. Oké, alles is geregeld. Renske heeft nog even een coaching ticket aangeschaft. Want eerst mocht ze nog eventjes niet naar binnen. Maar nu kan ze ook gewoon met mij mee en kan ze ook gewoon filmen vandaag. En ik heb ook mijn wrist wraps geregeld, omgekleed, veel gegeten. Dus nu gaan we rustig opwarmen en over iets van 40 minuten gaan we liften. Hey, check it. Hey, check it. Put the place up. Put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, fool. I'm a chaser. Face up. Now I feel a little major. Blink up an eye. Ego, I'm a taker. Shaker. Yeah, she
Kom op! Omhoog! Ja, dat is een goede beurt! Hij gaat. Oké, dat was echt een hele wisselende ronde. Want dat hebben jullie niet gezien, maar Renske was de eerste poging vergeten te filmen. Maar die had ik dus gemist op 182,5. En dat ging best wel een beetje in mijn hoofd zitten. En toen was ik te laat met een volgend gewicht opgeven. Waardoor de tweede poging weer 182,5 was. Nou ja, die gewoon gehaald zoals je zag. En toen wist ik met de derde poging niet meer precies waar ik ongeveer qua kracht zou zitten. Omdat het best wel een grote stap was. Gekozen voor 195 in plaats van 200. Want 200 was eigenlijk mijn doel. Maar 195 was echt een goede keuze. En heb die gewoon gehaald. En ik denk dat er echt nog wel een heel goed totaal vandaag uit gaat komen. Dus nu even eten, even chillen. En dan opwarmen voor de bench. Want dat is de tweede oefening. Nu kies ik gewoon voor wat meer van suikerachtige dingen. Wat je gewoon snel kan opnemen en weer kan gebruiken. Dus ik heb een E-Natural Reep. Zo'n snelle jelle ontbijtgoed met rozijnen. En Aquarius voor gewoon wat suikers en koolhydraten. Stand 9. Start. Pres. Kom op, omhoog. Jammer, geen goede beurt voor Tom. Strijd. Echt, ik ben uiteindelijk wel tevreden met hoe het is gegaan, maar er zijn altijd dingen die je wil verbeteren. Ten eerste mijn squat ben ik uiteindelijk echt blij met die 195 geweest, maar ik merkte dat het wel een beetje in mijn hoofd bleef zitten en dat ik er niet helemaal lekker in kwam met de bench. Daarom had ik ook niet even gesproken tussendoor, want ik dacht ik wil me gewoon echt even focussen op de wedstrijd. Nou ja, die ging gewoon echt niet zo goed als ik had gewild, maar daar blijven we gewoon aan werken. En de deadlift moet ik zeggen, ik had die 250 uiteindelijk gemist. Maar ik had het niet anders gewild ofzo. Ik heb liever dat ik zo'n poging gewoon met heel veel moeite net niet haal. Dan dat ik de derde poging echt heel makkelijk de lucht in krijg. Dus het was denk ik de lelijkste rep die ik ooit heb gemaakt. Uiteindelijk was mijn totaal 40 kilo meer dan de vorige. Dus dat vind ik wel heel netjes in 3 maanden tijd.
En ik denk dat ik de komende maanden gewoon eventjes niet ga competen. Gewoon even echt kracht ga opbouwen. En iets over een half jaar een nieuwe competitie ga doen. Maar dat was in ieder geval deze meet. En nu gaan we nog eventjes wat eten scoren. En na een hele dag alleen maar pre-workout drinken en eigenlijk suikers eten, is het heel erg chill om gewoon weer even fysiek eten te hebben met een broodje zalm. En mijn ouders zitten hier ook even lekker te eten. En wat vonden jullie nou eigenlijk van de eerste powerlift-wedstrijd? Want ze waren er voor het allereerst bij. Heel vermoeiend. Cool. Ja, echt vermoeiend. Veel gestresst gehad of goed bij? Ja, best wel. Ja, is een top meter. Ja, ik ben niet de enige die vermoeid is van zo'n dag. Want het was best veel stress vandaag. In ieder geval een beetje chillen, lekker eten en dan weer naar huis. Oké, we zijn thuis en ik ben echt helemaal kapot. Zo'n meet, het kost echt zoveel energie. Ten eerste van het liften, maar daarnaast ook gewoon continu die zenuwen, die adrenaline in je lichaam. Wanneer je gewoon een moment klaar bent met liften, stort je gewoon helemaal in. En nog even stilstaan bij die 250 kilo deadlift. Ik heb nu 3 keer teruggekeken en what the fuck. Dat waren denk ik echt de 10 kutste seconden van mijn leven. Maar ja, in mijn hoofd heb ik gewoon uiteindelijk het gewicht gewoon opgetild. Natuurlijk werd hij afgekeurd, want het zag er gewoon niet uit en hij ging alle kanten op. Maar ik heb wel even 250 kilo de lucht in gekregen. Dus ja, nu ik er nog even wat lang over na heb gedacht, ben ik echt blij met de prestatie van vandaag. Wanneer ik net klaar was, dacht ik alleen maar aan de dingen die ik had gemist. Zoals dat mijn bench gewoon echt niet zo goed in. Ik stiekem had gehoopt op die 200 kilo squat en die 250 deadlift. Maar ik denk dat je ook gewoon moet blij zijn met wat je hebt neergezet. En dat het alleen maar goed is om fouten te maken om de volgende keer weer beter te worden. Dus dat gaan we de komende periode ook gewoon weer lekker doen. Even geen meet binnenkort, zoals ik al had gezegd. Die gaat waarschijnlijk weer over een half jaar gebeuren. Thanks in ieder geval voor het kijken van deze video. En laat even een like achter als je hem leuk vond. En vergeet ook niet te abonneren op het kanaal. En zie ik in de volgende video.